Yeah. So nervous. No, don't be. Hello. Yeah. Hello. Hoi allemaal en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit hier bij de Starbucks samen met Roseanne in Delaware, een nieuwe staat. We zijn onderweg naar Washington DC vandaag, maar we hadden vanochtend geen tijd om te ontbijten, dus dat doen we nu even. Ik heb lekkere warme broodjes en een koffie en Rosanne heeft ook een broodje en een koffie. Dus we gaan nu even ontbijten en dan gaan we zo verder rijden naar Washington. That's right, love it. Have you guys liked New York so far? Yeah, it's the best. Alright, okay, I see where you guys stand now. Let me show you some of the things about my city, Washington, D.C. I hope you guys walk away from here knowing a little bit more. I hope you guys end up wanting to come back to Washington, D.C. in the future and seeing a lot of these cool places a little bit more up close. Alright, you guys ready to get started? Yeah. Cool, come follow me. Ik ben aangekomen in Washington DC. Ik ben hier bij het United States Capitol. Hier achter mij is het Capitol van de United States. Dit is de plek waar onder andere alle presidenten meeten. En dit is ook de plek, precies hier, waar de inauguratie van Trump plaatsvond. Dat is hier op dit plein gebeurd, aan deze westzijde van het Capitol. Hier achter mij zie je hem. Ik zal hem mijn camera even draaien en goed laten zien. Achter mij is de Jefferson Library. Deze library is vernoemd naar de president Thomas Jefferson. En hij was een groot fan van boeken, dus hier staan zo'n 3,5 miljoen boeken in, opgeslagen. En, nou ja, dit is gewoon een mooi gebouw om te zien aan de buitenkant, maar dat is. Much different from that of a king or a queen. Kings, queens, they live in palaces. Presidents, they live in mansions. So that's what he decided to go ahead and have drawn up. They had a competition opened up to architects from all across the land, and it is one architect, a man by the name of. Yeah. So nervous. No, don't be. White House has 6 floors, 132 rooms, 23 fireplaces, 21 bathrooms, 7 staircases, 3 elevators, a billiard room, a library, a swimming pool, a basketball court, a movie theater, a bowling alley, and of course a helicopter landing pad. My god, this is crazy! Sounds like my home. Thanks. You're welcome. Hier achter mij zie je het Witte Huis. Dit is niet het originele Witte Huis, omdat de Britten dat hebben laten afbranden. Maar dit is toen opnieuw opgebouwd of zo. En nou, dit is dus wel het bekende Witte Huis zoals de velen hem kennen. En ik ben daar dus nu, maar ik vind het eigenlijk best wel een lelijk huis. Maar als je net eens hebt gehoord wat onze tourguide vertelde, dan belooft het dat de binnenkant van het huis erg spectaculair is. Met zoveel kamers, zoveel zwembaden. Alles erop en eraan, het is echt bizar. En het is toch wel tof om hier nu te staan voor het Witte Huis. I'm here with some other guys from. Say where you're from. Czech Republic. Czech Republic. How do you say hi in your language? You got this. We say hello. 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 Ik ben hier in Washington DC bij de herdenkingsplaats van de Tweede Wereldoorlog. Hier achter mij zie je allemaal kransen. En al deze pilaren staan voor een staat hier. En heel veel mensen hier op dit plein zijn emotioneel, omdat ze terugdenken natuurlijk aan die wereldoorlog. En je hebt van die oorlogsveteranen die er dus voor het eerst nu nog zijn en die de oorlog overleefd hebben. Dus het is een emotionele, maar bijzondere plek om te zien. En zo ziet het er dus uit.
Ik ben hier bij het Lincoln Memorial, in het Nederlands het Lincoln Monument. En dit is een gedenkteken aan de Amerikaanse president Abraham Lincoln. In het monument staat een groot beeld van de oud-president die 5,8 meter hoog is. En ook nog eens op een sokkel staat van 3 meter, dus dat is een flink beeld. Dus ik ga zo even naar binnen om te kijken bij dat beeld. Maar het Lincoln Memorial is gesitueerd aan de National Mall van Washington DC. En die National Mall zie je hier achter mij. Je ziet hier achter trouwens ook elke keer vliegtuigen vliegen. We zijn aangekomen in het Fashion Center hier in Washington DC. Dus we gaan hier dadelijk heel eventjes shoppen, maar het is al 6:30, dus we gaan eerst even wat eten. En dan gaan we dus even bij de winkels kijken en daarna naar het hotel. Hier achter mij zie je het winkelcentrum waar ik ben. We zitten te dineren. We hebben bij de Panda Express food gehaald. En ik ben met deze mensen. En Roseanne. You like? Ja. Oké. Okay. Ik heb hier een Apple Store gevonden. De Apple Stores in Amerika zijn er zoveel. Er zijn zoveel stores hier. Hi. Look. Ik ben hier bij Arlington National Cemetery. En Arlington National Cemetery is de plaats waar alle oorlogsgraven liggen van de Amerikaanse veteranen, zeg maar. Er zijn, in 2016 waren er ongeveer 400.000 oorlogsgraven. En die kun je hier allemaal zien. Hier liggen dus alle oorlogsgraven van mensen uit Amerika die deelnemen aan bijvoorbeeld de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn we. We zijn in de city, Washington. Hier achter mij is de US Capitol, waar de inauguratie van Trump plaatsvindt. Dit is dat bekende plein met op de achtergrond de US Capitol. Ik ben hier met Olivia. Het is echt super warm. What are you doing? National Gallery of Art, as you can see. Dus ik ga nu wel eventjes naar binnen en dan laat ik jullie zo wat beelden zien van het museum.